Yo mensen van Doe Maar Gamen, leuk jullie te kijken naar deze nieuwe video hier op Doe Maar Gamen. In deze nieuwe video ben ik samen met Torgon en gaan wij samen de Wall spelen. Jullie kennen het denk ik wel, je hebt een kwartiertje om te gaan overleven, om spullen te gaan verzamelen. En wanneer je dat hebt gedaan, gaan over een kwartiertje lang gaan de muren naar beneden. En moet jij gaan PvP'en tegen de andere teams. Dus ik zit momenteel samen met Torgon in team blauw. En nou, over een tijdje gaan de muren naar beneden en moeten wij gaan vechten tegen team geel, tegen team groen, tegen team rood. En dan is het eigenlijk een kwestie van kijken wie de beste gear heeft en wie het sterkste is. Voor de mensen die trouwens denken, hoe kan het dat dat Batchwork zo raar eruit ziet en hoe kan het dat daar stop op staat? Dat heeft ermee te maken met dat ik momenteel even speel in het Doe Maar Gamen Texture Pack. Hopelijk vinden jullie dat leuk, er is niet heel erg veel veranderd. Maar er zullen dus een paar dingen anders zijn. Oh, staat er weer zo'n irritante lul voor me die het nodig vindt. Of ben jij dat? Oh, sorry. What the fuck? Ik dacht even wel, wie de fuck staat er voor me? Iemand die gaat mijn hout stelen. Nee, oké. We moeten gaan minen, man. Dus als jij alvast even een mine begint. Of nee, wacht. We kunnen beter een mine gaan zoeken. Dat gaat wat sneller. Ja. Hier, Torgon. Ja. Hier, kom naar beneden. Okay. Hier ligt heel veel iron. Nice. Oké, een pickaxe, hè? Ja, kijk. Ik heb hier even een televisie neergezet. Oftewel een workbench. Voor jou een televisie. Ja, en ik heb hier een hele mooie pickaxe. En ik ga gelijk al even wat steen verzamelen. Want daarmee kunnen wij uiteindelijk dus een stone pickaxe maken en het iron gaan verzamelen. Je moet wel uitkijken, want mensen kunnen namelijk onze furnaces gaan plunderen. Oh, oké. Maar dat wist je waarschijnlijk al wel of niet? Nee. Oké, trouwens hier. Oh. Kun je gebruiken om even te gaan minen. Ik heb alvast even een stone pickaxe gemaakt. Altijd handig om een klein beetje stone te gaan verzamelen om jezelf mee dicht te bouwen wanneer dat nodig is. En dan ga ik ondertussen ook gelijk even door naar het iron. Maar dat is namelijk ook altijd wel handig om te hebben. Wat voor mij eigenlijk een trollface is. Maar dat heeft dus allemaal te maken met het Doe Maar Gamen texture pack. Normaal gesproken zou ik het alleen gebruiken bij Survivor Island. Ik gebruik het dus ook niet bij Hardcore met Job of al dat soort series. Alleen in dit geval gebruik ik het dus wel even, gewoon omdat ik het wel leuk leek. Omdat mij het wel leuk leek om het gewoon een keer te gebruiken in een minigame video. Wat in dit geval dus de walls is. En er is hier enorm veel iron toren. En het is echt gewoon niet te geloven. Holy shit. Het is misschien wel handig als we wat kool vinden. Ik weet alleen niet zozeer waar we dat het best kunnen vinden. Maar dat komt vanzelf wel goed. Je kunt, ik zal wel voor jou even snel een pickaxe maken. Mm-hmm. Van steen. Dat gaat namelijk wat sneller. Dus bij deze hoppakeetje. En dan, oh, hier is zo enorm veel iron, jongen. Dat is echt niet normaal. Ja? Echt huge. Ja, jongen. Hier echt heel veel, ja. Holy shit. Enorm veel iron. Het is wel misschien chill. Oh, kut. Ik ben hier, iemand die heeft hier een heel erg random gat gegraven. Heb jij dat gedaan? Nee, ik niet. Nee, is iemand hier al geweest. En het is best wel raar dat hij dan geen iron heeft meegenomen. Maar nee, wat we dus moeten proberen. We moeten proberen sowieso 24 iron te krijgen per man eigenlijk. Want dan kunnen we namelijk full iron armor maken. Dus ga er maar vanuit dat we anderhalve stack met iron nodig hebben. Wat denk je wel gaat lukken als ik kijk hoeveel iron hier ligt. Dus dat is een beetje het hele idee. En wanneer de walls naar beneden gaan, moeten wij dus proberen te overleven. En moeten wij proberen zoveel mogelijk enemies af te slachten. Maar dat komt denk ik wel goed als ik eerlijk mag zijn met ons tweeën. Denk van wel. En waar is onze, ja, het zou wel leuk zijn als we het ook echt winnen. Wat zeg je? Waar is onze andere team dan? Ons andere team die zit waarschijnlijk ergens anders onder de grond te kijken of ze daar iron en shit kunnen vinden. We moeten alleen zo meteen wel uitkijken op onze furnaces. Want als mensen daar alles gaan looten, zijn wij enigszins wel de pineut. En we hebben ook kool nodig. Dus we moeten even kijken of we dat ergens kunnen vinden. Iron is namelijk van de partij. Dat is één ding wat zeker is. En dat hoeven we dus ook eigenlijk niet meer heel erg veel te hebben. Heb je torches? Nee, want ik heb namelijk nog steeds geen kool gevonden. Dat is een beetje nadelig. Maar dat vinden we vanzelf denk ik wel. Even kijken. Het is namelijk al zo dat YouTube de video's donkerder maakt. Dus dat is enorm vervelend. Mm-hmm. Ik ga hier in ieder geval naar beneden. Ik weet niet waar jij bent, maar hier is ook enorm veel iron. Ik heb al genoeg iron voor mijzelf om full iron armor van te maken. En ook nog eens een full kit eigenlijk met allemaal verschillende soorten tools. Ik nog niet, want ik heb nog maar 9 iron eigenlijk. Oh, 9 maar? Ik zit al op 43. Ja, jij steelt alles. Nee, maar dat komt goed. Ik heb ook genoeg iron voor jou om full iron armor van te maken. Okay. Tenminste, ik heb bijna genoeg om zowel voor jou als voor mij full iron armor van te maken. Ja, nu heb ik genoeg voor ons allebei full iron armor. En ik heb ook bijna genoeg om voor ons allebei even een zwaard te maken. Dat is ook eigenlijk alles wat we nodig hebben. En een klein beetje steen is ook niet verkeerd om onszelf mee weg te stapelen. Om onszelf mee op te sluiten. Net hoe je het wil noemen. Mm-hmm. Maar dat lijkt mij vrij obvious. Oké, we hebben nog 11 minuten en we hebben nu al, ik heb nu al een stack iron zowat. Oh, ik heb dus 9 iron, ja. Nog steeds? Ja, ik kan niks vinden. Oké, ik heb nu een stack iron, man. Dus we hebben genoeg iron. Dus je hoeft niet al te veel moeite meer te doen. Okay. We moeten ons nu richten op kool. En ik heb hier ook gelijk kool gevonden. Oh, er een komt hele iemand mooie anders zwarte aan. Niet schrikken of zoiets. Zo. Echt, komt er iemand anders aan? Ja, ik zie er al mensen aankomen. Dat is heel erg kut wanneer wij zeg maar onze shit willen gaan fixen. Oh, je kunt trouwens ook kisten vinden voordat ik het vergeet. Kisten? Oh, toch wel. Ja, je kunt kisten vinden met spullen erin. Ik wil naar jou toe komen, maar ik zie echt letterlijk helemaal niks. Niks? Helemaal niks. Oh, ik zie wel dingen. Maar niks! Ik zie wel dingen. Alleen, ik ben hier bij lava. Oh, ik zie een donkere steen. Een donkere steen? Dat is cool. Wow. Dat lijkt mij tenminste dan. Oké, nu zit ik vast. Nee man, je bent niet in de lava gevallen toch? Nee, dat niet. Ik zie alleen helemaal niks meer, letterlijk. Kan je me helpen of zoiets? Ik ga iemand trollen, ik ga zijn workbench weghakken van iemand.
Oh, ik heb iemand getrold. Ik hou daar zo enorm veel van. Troll, 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 troll. Lol, 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 lol. Nee, maar ik ben aan het kijken, man. Want ik ben momenteel even aan het kijken. Ik heb echt enorm veel iron gewoon. Er is nu al iemand doodgaan in de lava. Dus met andere woorden, er is hier ergens een troller aan de gang. Nee, ik ben het deze keer niet. Maar okay. Er is wel iemand aan de gang. Ik heb momenteel bijna... ik heb zo goed als... ik heb sowieso meer als een stack met iron, man. Oh ja, ik zie eindelijk licht. Ik heb 74 iron. Ik zie het licht. Echt? Ja. Oh mijn god, dat is niet goed. Waar ben je trouwens? Oh, ik heb geen idee, maar ik heb hier iron en al. Ja, ik ook, man. Holy shit. Je zou maar een iron golem kunnen spannen. Want je zoveel iron hebt, dat zou best episch zijn. Kunnen ook tegenstanders via de mine naar jou toe komen? Nu nog niet voor zover ik weet. Maar misschien kan dat later wel. Die trollfaces die bukken er bij mij, joh. Holy shit, ik moet even wat gaan fixen rondom het texture pack. Dit is, wat ik trouwens ook kan doen. Als ik nu het andere Doe Maar Game texture pack selecteer, dan is al het lava geel. Even kijken. Oh, daar is dat nou kool of is dat geen kool? Nee, dat is geen kool. Ik heb hier in ieder geval een mooi huisje gevonden. Ik ga dat even dichtmaken. We moeten elkaar zo meteen wel vinden, ouwe. Ja, ik heb al heel veel iron, maar ik weet echt niet waar jij bent. Ja, ik heb bijna anderhalf stack met iron. Holy shit. Dat is echt sick. Dus ik ga alvast beginnen met het omsmelten ervan. Ik heb hier mijn twee ovens neergezet. Oké, ga je al even zoeken. Zo. En ik doe daar het iron even in. Zo. Ik moet alleen wel goed uitkijken dat niemand naar mij toe komt. Dan ben ik namelijk echt screwed. Oké, als jij een soort van cobblestone muurtje vindt, dan weet je dat ik daar ben, oké? Oké, hoi. Better. Ja. Ben jij dat? Ja. Oké, kom binnen en sluit het gelijk, man. Want er zit allemaal iron in de furnaces. Doe je iron er maar bij. Oké, we hebben hout nodig, man. Want ik heb namelijk... Of heb jij kool? Ik heb heel veel... Nee, ik heb iron alleen. Heb je hout? Ja. Oké, doe dat maar gewoon erbij in de furnaces. Oh, wacht. Dan moet ik het even in planks veranderen. Opa. Zo, ik heb een zwaard in ieder geval. Zo. Zo. Torgan. Ja? Kom eens voor me staan. Ja. Niet lava plaatsen, hè? Nee, dat kan niet. Maar ga eens voor me staan. Hier. Moet even zwaard dan. Anders ga je zo met de dood misschien. Even kijken, wat heb ik nog meer? Zit hier nog wat iron in? Hier zit 3 iron in. Mm-hmm. En hier zit ook nog 3 iron in. Dus dan kunnen we alvast beginnen met het maken van boots. Zo, ik heb alvast boots aan, man. Check mijn hoofd trouwens, of zie je dat niet? Ja, what the hell. Hoe ziet het eruit? Ziet echt grappig uit. Doe maar F5. Holy shit. Wordt mijn hoofd telkens groter en kleiner of zo? Ja, je krijgt zo'n gekke bek of zoiets. Bij mij zien die gekke bek niet. Oh, het is best wel grappig, hoor. Oké. Even kijken. Ik maak voor jou ook even boots. Ja. Hier. We moeten namelijk proberen allebei... Oh, er komt iemand aan achter je. Tenminste, ik zie daar name tags verschijnen. Ja. Zodra iemand binnenkomt, gelijk al het iron uit de furnaces halen. Vooral de iron ingots, zeg maar. Voordat we zo meteen screwed zijn. Kunnen ze het gewoon allemaal jatten? Ze kunnen het jatten, ja. Dat is echt heel erg vervelend aan de wall. Dat is een soort van bug. Tenminste, die bug zat erin. Ik weet niet of die al weggewerkt is. Ik denk het haast wel eigenlijk, maar je weet het maar nooit. Dus... Ik weet beter altijd het zeker voor het onzekere nemen. Ik ga vast even een weggetje graven weer naar boven. Zodat we daar uiteindelijk weer uitkomen wanneer de walls naar beneden gaan. Wat al over 6 minuten is. Check dit. Oh, dat kun je natuurlijk niet zien. Maar bij mij staat op het bedrock stop. Omdat het nou niet bedrock is. Oh mijn god. Oké, nice. Ik ga weer naar boven. Oh, dat bukt hem in één keer. Joh. Dat is echt niet te geloven. Oh, je pickaxe kapot. Oké, let's see. Tas pech. Pickaxe weg. Zo. Ja, maar maakt niet uit. Ik maak even een broek voor mezelf. Hoppakeetje. Zo, ik hoef alleen nog maar een chestplate voor mezelf te hebben. Jij kan ook gewoon iron pakken zometeen. Oké. Zo. Ik hoef nog maar 6 iron te hebben en dan ben ik compleet. Ik heb helemaal niks. Oh ja, alleen een boot. Een paar boots. Dat is wel spek. Dat is awesome. Kijk, ik maak eerst even mijn armor vol en dan gaan we gelijk daarna door naar jouw armor. Dan hebben we namelijk allebei full iron armor. En dan hebben we allebei een zwaard. En dan kunnen we eigenlijk bijna niet meer stuk. Maar we moeten ook eten zoeken, hè, ouwe. Dat is ook heel belangrijk. Ja, eten, anders gaan we dood. Ja, maar mijn ding, mijn hungerbar is nog steeds helemaal vol. Anders ga jij even minen. Kun jij even het minen overnemen? Ja. Ja, nu wel. Maar wanneer de muren naar beneden gaan, dan kun je pas honger krijgen. Oh. Dus dan snap je denk ik al wel wat er kan gebeuren. Dan zijn we namelijk echt screwed. Heb je trouwens nog een pickaxe nodig? Nee hoor. Hier, voor de zekerheid. Dank je. Ik zie niks. Niks. Anders kan je ook charcoal maken, hè? Of hoe je dat charcoal ook uitspreekt. Ja, maar dat moet je ook met hout doen. Ja, klopt. Of hebben we die hout nodig? Ja, hout dat gebruiken. Ja, maar als je charcoal wil maken, dat heeft toch gewoon hetzelfde effect als hout? Oh ja, klopt. wacht, hier is trouwens wel een workbench die we erin kunnen doen zometeen. Ik heb 2 workbenches, dus die kunnen we er wel in doen. Dat is wel heel chill. Ja, dan kan die namelijk alsnog verder gaan, dus dan doe ik die even hierbij. En dat gaat dan ook weer even een lekker tijdje door. Wat heb jij nog nodig allemaal? Ik heb een helm nodig, een chestplate en een legging. Oké, helm, chestplate, legging. Contra, man. Oh, shit. Ik maak als allereerst even een helm voor je.
Wacht, ik zag even voor de uitkijk. Hier, helm staat er, dichter. Nice, thanks. Mag ik even één pickaxe nog van je lenen? Ja, hier. Oh, over 5 minuten, man. Dan wordt het echt ruïne. Ja, komt goed, maar ik regel de armen voor je. Ik weet niet of je ook nog een chestplate kan krijgen. Ik denk het haast wel. Wat heb je liever, broek of chestplate? Ik denk chestplate, hè? Ja, chestplate. Dat is toch beter, of niet? Ja, chestplate is net ietsje beter. Dan moet je namelijk 8 iron in stoppen en een broek 7 iron. Maar ben je in ieder geval ietsje beter verdedigd nog dan dat je nu bent? Klopt. Ja, we kunnen... Of nou, tenminste met een beetje geluk kunnen we ook nog een broek voor je maken, heb ik het idee. Gooien we gewoon de workbench er nog bij. Alleen dan moeten we wel snel naar boven gaan. Wow, dikke buk. Dikke buk. Daar zijn wat mensen, kijk uit. Boven ook. Ja, maar ze zijn rood. Rood? Ja, kom. Kijk, kom eens hier. Kom eens hier naartoe. Nu al, dat kan helemaal niet. Jawel, ik meen het. Kom eens hier ja, naartoe. Ja, je kan... Ja, oh ja, achter het, achter het bedrock. Ja, klopt. Ja. Maar daar kunnen we nog niet komen. Okay. Dat gaat zo meteen weg en dan kunnen we er wel komen. Nog 4 minuten. Nice. Holy shit. En dan gaan we gewoon hier doorheen, of niet soms? Nee, wacht even, niet voor me. Kaka. Oh, ja. Nou, we gaan proberen een weg naar boven te minen. En als we daar boven zijn, kunnen we proberen de tegenspelers te vinden, zeg maar. Ja. Maar ja, moeten we eerst proberen natuurlijk boven te komen. Oh, ik ga even weer naar... 1 hour online. Wow, ik ben een uur online geweest op de Hypixel server. Nu heb ik experience erbij, what the fuck? 200 XP staat er in de chat. Oké, okay, nice. Je krijgt nu een chestplate, man. Nice. Dat is ook wat je om te hebben. Zo. Dankjewel. Met een beetje geluk. Ja, een broek kunnen we ook net nog wel fixen. Nice. Zo. Nice, man. Dan heb je in ieder geval full protected. Ik heb een zwaard. Jij hebt ook een zwaard, als het goed is. Ja, maar ik heb geen legging. Waar heb je die... Nee, die hebben we ook nog niet. Oh, moeten okay. even wachten. Want hij moet even helemaal, helemaal klaarkomen. Hij moet namelijk hem afkomen. Oké, okay, we hebben nog maar 3 iron ingots nodig. En dat gaan we dus makkelijk halen. Of ja, makkelijk. We gaan het ook net aanhalen, man. We gaan het net aanhalen. Ja? Ja, we gaan het net aanhalen. Maar dan heb je gelukkig full iron armor. Dus dat is echt natuurlijk hartstikke chill. Zeker. Over 3 minuten dan zijn we de lul. Of zijn hun de lul. Hier, ouwe. Je broek. Thanks. Oké, okay, nu moeten we heel snel naar boven, man. Oké, okay, nice. Nu moeten we echt heel snel naar boven, want we hebben namelijk nog eten nodig. Iemand die staat op Kill Blue en wij zitten in Blue. Oh. Want Blue die heeft namelijk meer mensen. Wij hebben het grootste team. Wat misschien fijn klinkt, maar nu gaat iedereen juist op ons. Dus we moeten in principe... We kunnen ook hier onder de grond blijven, hè, Torgon, een tijdje nog. Ja? Dan kunnen we rustig aan naar boven gaan, ja. En als ze hier dan komen, killen we ze gewoon. Dus dat kan ook wel. We moeten dan even kijken hoe we dat het best kunnen gaan doen. Ja, maar dan hebben we toch geen eten? Nee, eten hebben we dan niet, nee. Maar ja, ik hoop dat we überhaupt boven kunnen komen. Want we zitten momenteel op niveau 53, dus we komen denk ik zo meteen wel boven. Maar als we hier niet boven komen, zit dat toch met een kei groot probleem eigenlijk. Hier is zoveel iron, maar dat kun je gewoon laten liggen. Iron hebben we namelijk niet meer nodig. We hebben namelijk full iron armor en we hebben ook nog eens een iron sword. Eigenlijk hadden we 2 iron swords moeten hebben voor het mooie. Omdat we dan sowieso, zeg maar, altijd iets extra's hadden. Maar meestal als je mensen killt, krijg je ook weer enorm veel shit erbij. Oké, okay, ik kom weer naar boven toe. Heb je een beetje een trappetje kunnen maken? Of? Ja, aardig. Aardig. Alleen, hij gaat nog niet naar de oppervlakte toe. Oké, okay, kom eraan. Heb jij nog een pickaxe? Ja. Ja, dan moet je zo meteen even van mij overnemen wanneer mijn pickaxe kapot is. Wat over 1 blokje, zoals nu. Ik zie alleen helemaal niks. Echt letterlijk. Dat kan niet, want ik zie ook alles. Ik kan echt niks zien. Oh ja, ben jij? Ja, dat ben jij, hè? Ja, ja, ik ga alvast even naar beneden om even de furnaces te doen. Zodat niemand daar iron uit kan pakken. Zo lullig zijn als mensen dat namelijk wel gaan doen. Dan zitten we namelijk helemaal met een probleem. Job, je bent een vampier. Je kan in het donker zien. Nou, maar je hebt je brightness dan waarschijnlijk heel laag staan. Oké. Okay. Ja, 1 minuut, ouwe. Ja? 1 minuutje. Ah, shit, man. Is niet erg. We halen het wel. We moeten alleen nog proberen op het juiste moment naar boven te komen. Moeten we echt uitkijken, man. Want we hebben namelijk eten nodig. Ik weet niet of de chesten weer hervuld worden wanneer we de muren naar beneden gaan. Lijkt me wel logisch. Lukt het trouwens? Ja, ik ben aan het hakken. Ik zie een beetje. Oh! Snel. Doorhakken. Oh. Want we halen het anders niet, man. We hebben namelijk nog maar 52 seconden. Als we daar niet boven zijn, zijn we gewoon dood. Shit, man. Ik zeg echt... Oh, lukt het? Zet die torch maar neer. Okay. Mag ik jouw pickaxe? Yes, ja. Oppa. Oké, dan defend ik je. Jij hebt je brightness denk ik heel laag staan, man. Ja, denk ik het ook. Moet je naar video settings en dan staat brightness bij jou waarschijnlijk op moody. Nee, die staat op bright bij mij. Lol. Echt? Hoe de fuck kan jij dan niks zien? Ik heb geen idee. Oh, we zijn boven. Ja? Ja, we zijn nu boven. En we hebben nog 22 seconden. Snel. Kom met me mee. Ja, ik volg je. Ik ga proberen chest te vinden. Oh, snap. Oh shit, die gaat veel te snel. Oh, fucking snap. Ja, ouwe. De muur gaat... Oh shit, de muur gaat nu naar beneden. Hier, we gaan ons hier instapelen, ouwe. Kom snel. Ja, ik ren. Wacht, ja, oké, je bent daar zo. Kom hier, kom snel. Ja, snel naar binnen. En wat gebeurde dan?
De muren gaan nu naar beneden. Heb je nog een torch of heb je die daar achtergelaten? Heb jij die niet dan? Nee, kut. De walls? Oké, shit. Nee, we gaan ze vanaf de grond aanvallen. Oh my god. Huh? YOLO, kom. Oké. We moeten echt bij elkaar blijven. Als we elkaar maar kunnen helpen, man, dan komt het goed. Ik blijf achter. En we hebben ook geen eten. Scheiße, man. Een roze string hier. Daar loopt er een. Twee groene, daar. Ja. Laat. Ze zijn te sterk, man. Ze hebben enchanted gear. Weg. Gewoon wegrennen. Ze hebben enchanted gear. Die kunnen we niet aan. Loop je achter mij? Ja, ik word beschoten. Ik ook. Kut, ik zit vast. Oh, trapped. Nee. Oh. Hoe de fuck komen hun aan enchanted gear? I'm fucking serious right now. Hoe de fuck kun je dat krijgen? Hé, hey Job, waar ben je, man? Ik zie je ook. Oh, ja, ik kan niet naar je toe komen, ouwe. Ik word aan alle kanten aangevallen. Hun hebben allemaal enchanted gear. Oh, nee, Green. Oh, ik ben dood, je moeder. Ben je dood? Ja. Nee, man. Oh, ons team gaat keihard naar beneden in één keer. We hebben nog maar 3 man. Holy shit. Heel Groen valt ons aan. Ik ben ook dood. Oh mijn god, man. Hoe de fuck kan Groen zo OP zijn? Ik ben serieus. Ik ga heel even kijken bij de spelers. Ik wil heel even kijken hoe dat nou kan. Ik ga even naar Team Blauw. Er zijn er nog 2. Ik wil kijken hoe ons team het doet. Oh, dat kan niet eens. Nou ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze nieuwe aflevering van Minigames. Vond je hem leuk? Laat even een like achter. Laat even in de comments weten of jullie nog bepaalde tips hebben van hoe we dit de volgende keer iets beter kunnen doen. Want het ging vrij goed, alleen het had wel ietsje beter kunnen gaan aan het einde. Maar het was leuk. Hopelijk vonden jullie dat ook. Laat een blauw duimpje achter. En tot de volgende keer. Later, mensen.